er dit weekend ook een ontknoping gekomen rond de al maandenlange vermissing van deze man, Jihad Jafo. Jihad Jafo uit Enschede was al sinds 6 december verdwenen. Dit is zijn laatst bekende foto van die dag, nota bene de verjaardag van zijn zoontje. Je ziet de slingers en taart. Die avond vertrekt de vader van 3 kinderen bij zijn huis aan de Grasjuffer met een vriend. Die vertelt dat Jihad niet ver van zijn huis op deze rotonde uit zijn auto zou zijn gestapt. Later die avond geeft zijn telefoon nog een signaal af in Den Ham. En daarna niets. 11 januari doen we een oproep. We maken ons op dit moment echt al ernstig zorgen over zijn lot. En we houden er ook wel rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft. Hoewel er tips binnenkomen, wordt niet duidelijk waar Jihad is. Tot afgelopen zondagmiddag, wanneer voorbijgangers iets zien drijven in het water bij Bruchterveld. In het kanaal Almelo de Haandrik, in de omgeving van het lijntje, zien ze iets dat ze niet kunnen thuisbrengen. De politie ontdekt dat het lichaam van een man is. Uit sectie blijkt wie het is. Het lot van Jihad Jafo is duidelijk. Jihad was nog maar 32 toen hij vermist raakte. En vooralsnog gaat de politie uit van een misdrijf. Maar het is nog echt wel te vroeg om ook andere scenario's helemaal uit te sluiten. Bij deze een nieuwe oproep. Wie zag Jihad nog tussen 6 december en afgelopen zondag? En bij wie zou hij in de auto kunnen zijn gestapt? Of wie zag of sprak hem die avond? Weet u iets over zijn verdwijning of problemen die hij had? Zijn er misschien ook wel opvallende dingen gebeurd in die periode tussen 6 december en afgelopen zondag in zijn omgeving? Deel die informatie alstublieft. Kan allemaal helpen. Denk alleen al even aan zijn 3 jonge kinderen en de vrouw die hij achterlaat. We waarschuwen even, want wij gaan ook zo laten zien hoe zijn lichaam is aangetroffen. In het water zag dat eruit als een groot pakket. Het is best een nare foto. Hier komt hij. De politie wil ook weten wie dit pakket in het water heeft gezien. Zonder dat hij dus waarschijnlijk heeft beseft wat de gruwelijke inhoud was. De politie weet overigens nog niet waar dat pakket in het water terecht is gekomen. U ziet hier waar het zondag werd ontdekt. Maar in de periode daarvoor kan het stroomopwaarts zijn gezien. Dus in dat kanaal, maar dan ten noorden van de vindplek. U kunt iets melden met een tipformulier, zoals we al zeiden, of hier dus in de studio op 0860 70. Dat is een gratis nummer. En ook bij deze zaak is het mogelijk om vertrouwelijk te praten via het TNI.